een geheime locatie in Hilversum vindt een belangrijk overleg plaats. Maar we gaan doen, hè? Ja. Misschien doen ze dat bij ons. Het is een goede deal. Ja, het is een goed plan. Dat kunnen jullie niet vertrouwen. Voordat jullie wat bij daarom vertrouwen jullie. Maar jongens, het is een geniaal plan. Ja, maar we weten niet wat het in is. Eerst moeten jullie het zeggen, anders doen we het niet. Ik denk dat we het moeten vertellen. Ja, ik weet het zeker. Ja. We maken een app. Wow. Er wordt grof geld geboden. Jullie kunnen toch wel iets voor ons ontwikkelen? Voor 100 miljoen euro. We kunnen het zelfs verdubbelen. Oké, we kunnen het doen, maar er zitten wel bezwaren aan. Ja, hallo. Hebben jullie wel gezien hoeveel er op tafel ligt? De wetenschappers twijfelen en gaan in overleg. Hé hey jongens, we kunnen misschien wel op vakantie naar Ibiza. Ja, ja. Dat is echt een goed idee. Ja, leuk. Peter, lekker zonnen. Oké, we doen lekker zonnen. Ja. 200 miljoen. 117,5. 180. Een overeenkomst wordt gesloten. Dat was 7 jaar geleden. Nu, in 2016, is het de slechterikken gelukt. Een groot deel van de wereld is veranderd in COSO's. De COSO's zijn volledig in de ban van hun apparatuur. Overal op de hele wereld zie je COSO's. Praten wordt er nog amper gedaan. Zelfs de coole jongens zijn veranderd in COSO's. Tijdens een belangrijk overleg van de slechterikken wordt de tussenstand besproken. Na 7 jaar is het ons gelukt. We zijn van hier naar daar gegaan. Het is een prachtig resultaat. Nederland heeft 98%. Wie heeft Nederland gedaan? Ik. Heel goed. Luxemburg, 99%. Wie? Ik. Heel goed. Italië, 95%. Wie? Heel goed. En Rusland, 20%. Wie heeft Rusland gedaan? Ja, ik niet hoor. Nee, hoe kom je erbij? Ik denk dat zij het was, hoor. Zij was het. Zij kijkt heel onschuldig. Ik zou dat nooit doen. Ik heb altijd goede resultaten. Echt, ik niet. Tijd voor de volgende fase. Het is een fantastisch resultaat. We weten bijna alles over de COSO's. En straks hebben we de macht over iedereen. Yes! Maar hoe staat het eigenlijk met de volgende fase van ons plan? Het is natuurlijk wel interessant, die computerzombies, maar ze hebben nog veel te veel vrijheden. Ze zijn helemaal niet productief. En ze spelen alleen maar spelletjes. En ze sturen alleen maar rare foto's naar elkaar. Maar wat we aan doen denken, die gaan met die eenhoorn. Dit is niet om te lachen. Hier hebben we ons geld niet aan uitgegeven. Oké, we zijn klaar voor de volgende fase. We gaan van COSO naar CORO. CORO? Computerrobot. Oh, zodat we zeker weten dat iedereen het gaat doen. Ja, onze beroemde vloggers hebben hiervoor een uitlegclip gemaakt. Yo, what's up gasten? We hebben een te gek leven, misschien willen jullie dat ook. Daarom komen wij met een ultra vet update voor alle devices. Jij wilt toch ook dichter bij je computer, iPhone of tablet komen? Dat dacht ik ook. Met de volgende update worden jullie één met jullie apparaat. Denk niet na en druk op oké. Je phone verandert in deze kleine pil. Slik deze in en klaar. Als ze deze pil inslikken, dan kunnen we ze bedienen als onze robot. En we besturen ze uit grote centrales. En ze doen alles wat wij aan ze vragen. Ze hebben geen vrijheid meer. Ze kunnen nooit meer ruzie of oorlog maken. Tenzij wij dat willen. Niemand gaat toch een pil inslikken en al zijn vrijheid weggeven? Ja, dat doe je niet. Ze zullen toch wel weten dat ze heel erg hard hebben gevochten voor hun vrijheid. Dan zullen ze niet zo snel opgeven. Ondanks twijfels wordt er toch overgegaan tot fase 2. Met één druk op de knop wordt fase 2 gelanceerd. Overal ter wereld ontvangen de COSO's een verzoek tot updaten. Maar hoe zal dit aflopen? Zal iedereen de pil inslikken?